Nou, de minister-president van Aruba en ik hebben vorige week elkaar nog gesproken in New York, omdat we er allebei waren voor de vergadering van de Verenigde Naties. We hebben afspraken gemaakt dat Aruba nog gaat verder uitwerken welke vorm van, zoals dat dan heet, hybride variant zij zouden willen als het gaat over het financieel toezicht. Hè? Want Nederland heeft steeds gezegd, wij vinden het ontzettend belangrijk dat er een rijkswet komt voor financieel toezicht, daar houden we ook aan vast. De minister-president heeft gezegd, maar kunnen we misschien nog een verdeling maken tussen wat we in de Rijkswet voor financieel toezicht stoppen en wat we in een eventuele landsverordening doen. Ik heb gevraagd aan de minister-president, en ze heeft dat uiteraard ook aangeboden, om dat verder uit te werken. En daar gaan we in de komende tijd verder over spreken. Voor Aruba is de situatie wel op dit moment dat vanaf 10 oktober, wanneer de COVID-leningen, dus die liquiditeitsleningen, wanneer die stoppen, Dat we moeten constateren dat we niet een afspraak hebben over financieel toezicht. En dat betekent dat Aruba de herfinanciering krijgt aangeboden tegen het hoogste rentepercentage, namelijk marktrente. Dat ligt ergens tussen de 6% en 8%. We moeten dat nog precies gaan meten en vandaag is daarvoor het eikpunt. En we hopen in de komende tijd, althans dat hoop ik, nog wel verdere afspraken met Aruba te kunnen maken. Om dan stappen te zetten om, als er wel een afspraak komt over die Rijkswet en eventueel dan in combinatie met een landsverordening vanaf 1 januari, dat we dan naar een lager rentepercentage gaan. Maar we zullen pas over kunnen naar dat rentepercentage, dat laagste rentepercentage, die 3,1%. Op het moment dat wij volledige invoering is van die Rijkswet op het gebied van financieel toezicht. Wat zijn de echte alternatieven dan voor Aruba? Nou ja, ik wacht op het voorstel dat ik daarover krijg van Aruba. Dus dat is een verdeling, is het voorstel van elementen van dat financieel toezicht die in de Rijkswet worden opgenomen. En wij hebben steeds gezegd dat moet over de kernelementen gaan. En een deel wat in een landverordening komt. Voor ons is heel erg belangrijk dat het een Rijkswet wordt. Omdat wij vinden dat als we met elkaar afspraken maken over geld uitlenen, willen wij ook dat die afspraken niet eenzijdig te veranderen zijn. En dat staat overigens natuurlijk los van het feit dat we ook in die COVID-periode een heleboel geld ter beschikking hebben gesteld aan de eilanden. Wat we verder niet terug hoeven te krijgen, want dat hebben we gewoon ter beschikking gesteld. Medische hulp, artsen enzovoort. Wie heeft genoeg vertrouwen in de Europese regering en het Barse parlement over dat dit akkoord zal lukken? Vertrouwen is de basis van onze samenwerking. Vertrouwen en respect. En zo zal ik altijd de regeringen van de landen benaderen. Dus we hebben ook een goed gesprek gehad in New York. Dus ik hoop dat we ook met Aruba tot een overeenkomst kunnen komen.